ga ik mijn auto weer verkopen. Lekker. Ik heb gewoon weer zin om het lekker te gaan stylen. Ik wou jullie nog heel even een tour geven van hoe het er nu uitziet. En ik heb mijn naam veranderd. Ik heb een nieuwe vissenkom, een zwarte. Moving day! Het is moving day! Moving day! Oh. Wij hebben nieuws. Hoi, leuk dat je kijkt bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Julia Sarda, voor als je me nog niet kent. En het is vandaag maandag. We gaan weer een nieuwe week beginnen. Frisse week, make-uploze maandag. En voor de mensen die mijn vorige vlog hebben gezien, had ik dit armbandje. Heeft te maken met vruchtbaarheid en zo. Omdat we graag willen kijken of het lukt om een tweede kindje te krijgen. En nu heb ik ineens vette nesteldrang. Ik weet niet of het daardoor komt of door het weer. Want met lente heb ik ook altijd gewoon zin om even een goede schoonmaak te doen. Maar ik heb gewoon zin om kastjes in en uit te ruimen en uit te zoeken. Dus dat gaan we doen. Op maandag doe ik altijd schoonmaken. Maar ik denk dat ik dit keer voor kasten opruimen ga en morgen voor poetsen. Dus ja, heel goed verhaal. Ik weet trouwens ook niet of ik genoeg meepalbakjes heb, want ik heb er niet heel veel. Ik vind het gewoon mooi als alles in van die bakjes zit. Zo organized, I love it. Beetje OCD. We gaan kijken of het lukt en anders skip ik dit. Want ik kan er zelf dan ook niet tegen. Oké, ik heb het nu even zo snel gefixt. Boven zitten alle spullen die Juda niet mag. Dus drank en dat soort dingen. Dan heb ik hier de aardappels, soepen. Alle, ja, pasta's en zo. Snoep. Broodjes. En geblikt fruit en dingetjes. Dat gebruik ik allemaal voor het Indonesische eten. En onder weinig. Dus ja, het ging eigenlijk best wel snel. Het is natuurlijk geen Khloe Kardashian stijl, maar dat hoeft ook niet. Ik ben gewoon al blij dat ik weet waar wat ligt en dat Eddie weet waar wat ligt. Hoi, goedemorgen. Het is vandaag woensdag. Die dagen, ik hou ze altijd door elkaar. Ik ben vandaag bij Eddie, want we gaan eventjes de laatste dingetjes allemaal regelen. Want zaterdag is verhuizing heel spannend. Dus we gaan vandaag een beetje inpakken, schoonmaken. Een beetje de laatste dingetjes. De printer staat nog een keer aan, zodat ik nog wat spulletjes voor mijn eigen collectie kan gaan printen. Ik heb vandaag aan een blazer van Lofi's. Een body van Zara, leren legging en mijn favorite shoes, Reeboks. En over Lofi's gesproken, ik heb de jas teruggebracht. Ik vond hem echt veel te groot en maat XS hadden ze niet meer. Het enige wel is dat je bij Lofi's dus blijkbaar zelf je verzendkosten moet betalen. Dus daar heb ik een beetje heisa over gemaakt, maar het werkt helaas niet. Dus ja, helaas voor de jas. En over verkopen gesproken. Jongens, met heel veel pijn in mijn hart. Maar echt heel veel pijn in mijn hart. Ga ik mijn auto weer verkopen. Daar staat hij, mijn Fiatje. We hebben hem even door de wasstraat gedaan. Ik ga hem zo helemaal poetsen en dan ga ik er even wat mooie foto's van maken. Want ik gebruik hem eigenlijk niet. Ik heb hem nu dus hier mee naar Eddie genomen. Omdat hier bij een industrieterrein je goede foto's kan maken van de auto. Vette Instagram auto. Nee, ik ga hem dus verkopen. Dus hij staat waarschijnlijk als deze vlog online is ook op Marktplaats. Als je oprecht interesse hebt, dan neem contact met me op. Maar hij is gewoon overbodig. We hebben hem gewoon niet nodig. Eddie en ik gaan samenwerken. We gaan samen met de auto. We kunnen gewoon fietsen. We kunnen met de bus. Het is echt zo dichtbij. Dus twee auto's is echt gewoon niet nodig. Het was zo lief van hem om mij een auto te geven. Maar we gaan iets anders moois kopen van het geld, hè? Yes, sir. Ja, mijn lieve Fiatje. Dus, ja, weet je, ik gebruik de auto alleen voor boodschappen. Eerst gebruikte ik hem voor op en neer naar Nijmegen heen en weer. Maar ik werk daar nu niet meer. Dus het is gewoon echt overbodig. Maar ik vind het wel heel jammer. Deze auto heeft me echt gewoon leren rijden. I love it. Hij rijdt zo fijn. Dus echt ooit, als ik weer een auto nodig heb, ga ik zeker weer voor een Fiat 500. En kijk, ik vind hem zo mooi omdat hij dus een zwart dak heeft. Ja, het is ook gewoon een klein turbootje. Dus het is gewoon lekker. Ik kan gewoon ook lekker snel mee optrekken en zo. Ik vind het echt amazing. En daar staat hij dan.
eerlijk, ik vind wel dat ik mooie foto's heb gemaakt. Dus als die niet snel wordt verkocht, dan ligt het in ieder geval niet aan de foto's. Kabam. Ja, ik weet het maar niet. Wow. Jij bent veel mooier dan mij dan. Ik feest nooit, jongens. Ik hou helemaal niet van uitgaan, maar ik mis gewoon uitgaan. Ik hoop dat jij dit ziet. Ik voel je in. Oké, ik ga Boeddhaatje ophalen, dus even tijd voor mama muziek. Nou, we zijn weer een paar uurtjes verder. Treinend aan het kijken. Nee. Echt wel? Kijk, jouw kin is helemaal droog van het krabben. Jouw neus is helemaal vies. Ja, voor je. Oké, doei. Maar, I don't know if you can see and hear, maar ik heb deze hooikoort zo zwaar te pakken. Ik zit nu op mijn tweede hooikoortspeel vandaag en ik ben echt zo suf, dus ik ga niet meer rijden vandaag. Maar ik ga gelukkig alleen chillen met jou. En, Afaya komt zo. Hé, waar is je sok? Wat is met jou en je sokken? Waar is hij? Heeft mama jouw sok opgegeten? Dus, en ik heb vanochtend weer mijn haar gewassen. Curly Girl Method. Sorry voor die trein op de achtergrond. Maar ik denk dat ik dit niet vol ga houden, jongens. I don't know. Ik vind het wel leuk, maar ik vind het ook weer heel erg gedoe en... Ik vind het nou ook niet echt een krul of zo. Het is een beetje wavy. Alsof ik net uit de zee kom. Ook met deze rode stoonde ogen. Nee, dus ik denk dat dit niks voor mij is. Ik heb gewoon weer zin om het lekker te gaan stylen. Hoi, welkom weer. Het is donderdag. Deze vlog is totaal niet logisch en verwarrend en zit niet goed in elkaar. Sorry daarvoor, jongens. Maar ik heb zo erg last van hooikoort. Kan je het zien aan mijn ogen en mijn neus. En Juda die gewoon ziek was de afgelopen dagen. Dus daardoor niet naar de opvang ging of halve dagen. En hij is nu eindelijk beter. En nu ben ik helemaal zo. Dus so, excuse me for that. Maar ik heb heel exciting nieuws, want we gaan morgen verhuizen. We gaan officieel vanuit Andels naar Arnhem. En ik ben hier vandaag de hele dag om het een beetje op te ruimen, het laatste spulletje in elkaar te zetten. Dus ik wil jullie nog heel even een tour geven van hoe het er nu uitziet. En dan zien jullie het morgen als de spullen er staan. Nou, dan kom je zo binnen. Heb het logo, de vitrinekasten. Hier komt de... Dit is een kledingkast met, hier komt dan naast nog een kledingrek waar je truien aan kan hangen. Dit is nog even troep wat allemaal weg moet. Dan hebben we de toonbank. Dat gave ding. Hierachter komen dus allemaal gewoon spulletjes die ik makkelijk erbij kan pakken. Hier komt een hele gave tafel, maar die is nog niet binnen. Dan hebben we hier... een koffie en thee station. Er komt daar een mooie plant. Wordt helemaal gevuld. En dan is dit het atelier. Dus hier komen al Eddie's werkbanken, bureaus hier en daar. En er zit dan nog een klein keukentje, maar die is gewoon echt lelijk. Dus die ga ik niet laten zien. En hier zit de wc. Verder zal ik dit gedeelte, het ateliergedeelte, niet heel veel gaan filmen.
in verband met privacy redenen. We werken wel met goud natuurlijk. Dus morgen misschien dat ik nog een stukje laat zien als ze de dingen erin gaan zetten. Maar that's it. En over goud gesproken. Kijk. Ik heb een paar maanden geleden dit op de 3D design gemaakt. Om te gaan verkopen. Dus ik heb er alvast eentje laten gieten in 14 karaat. En dit is het resultaat. En I love it. So cute. En ik heb mijn naam veranderd van mijn eigen sieradenlijn naar Lia. Ik vind Lia namelijk toffer klinken dan Sarda. En mijn vriendinnen noemen we altijd Lia. En het is Lia Creations geworden. Omdat ik meer doe dan alleen sieraden. Dus dan heb ik alles in één platform. Zo, ik ben ondertussen alweer een tijdje thuis. Ik heb geslapen. Ik heb even de vlog van Widia gekeken. En ik ga nu mijn kleine Toetie ophalen. Want het is al tijd. En dat doe ik even op de fiets. En het is zo lekker weer buiten. Maar ik heb nog koud. En mijn neus is dicht. En mijn ogen. Ik lijk wel stoned. Maar ja, hè. Ik ben ook even een soepie aan het maken van broccoli en doperwtjes. Even wat vitamintjes. En ik weet niet eens of ik jullie dit heb laten zien. Maar kijk. We hebben een nieuwe vissenkom. Een zwarte. En hij is iets groter. Maar hij is gewoon nu alweer vies. Ik weet niet wat ik fout doe. Ik denk dat ik ze veel eten geef. Maar ik moet ze letterlijk één keer in de week, één keer in de twee weken verschonen. Wat ik echt heel veel vind. Ik dacht, ik neem vissen gewoon omdat ik er weinig werk aan heb. Maar, hè? Die vies? Ze hebben nog steeds geen naam. En dit is altijd Dickie. En deze twee kunnen we ook altijd aaien als we ze eten geven. En deze is een beetje schuil. Die blijft daar. Vandaag is de dag! Wauw. Wat moet jij doen? Ja! Moving day! Het is moving day! Moving day! Vandaag is de dag dat we gaan verhuizen, jongens! Oh, ik ben vet overbelicht. Maar, yes. Oh, en mijn piercing hangt eruit van blijdschap. Zo, maar we gaan vandaag verhuizen. Super exciting. En ook heel exciting nieuws is dat we natuurlijk te horen hebben gekregen dat we 3 maart open mogen. Dat was ik helemaal vergeten te vertellen. Dus dit komt helemaal perfect uit. Het is hier één grote bende. Ik ga het heel even laten zien. Nou, dit was het atelier. En dan gaan we alles verhuizen. En dat doen we met Blokland verhuizingen. Ga je verhuizen? Dit is echt het beste verhuizingsbedrijf ever. Like ever. En ja, wachten totdat de wagen er is. Oké, ik heb geen ene vlog gedaan, maar ik heb zo warm. Thanks. Kijk eens aan! En ik sta hier maar een beetje leuk te wezen, maar ik kan ook heel weinig. Mijn werk komt straks. Alles uitpakken en een plekje geven. Maar jullie mogen het zware werk doen. Thank you! Zo, en dan nu hier verder aan de slag. Alles even een plekje geven. But we're here, it's official. Nee, morgen is het officieel. Papa is even wat lekkers aan het tjoetjoe. Hoi, goeiedag. Het is... Oh. Wij zijn onderweg naar een hele, hele leuke afspraak met de fam. Met het hele gezin.
Lukt dat zo? Ja. Mama vasthouden? Ja. Heel lekker. Heel lekker, hè? En het is maandag. Ik heb gisteren niet... gevlogd en de vlog ook niet online gezet. Omdat we met heel veel dingen bezig waren. Nog meer? Nog meer? Ja. Met de winkel. Juda was nog niet beter. Nu voel ik me ook niet helemaal super. Ik weet niet of het komt van stress of hooikoorts of koudheid. Maar... Gekkie. Dus ik heb besloten om vandaag de vlog online te gooien. Ook omdat we deze hele leuke afspraak hebben. En ik dat heel graag nog met jullie wil delen. Nog meer? Nou, wij hebben nieuws. Want zoals de meeste van jullie weten, zijn wij al een tijdje aan het proberen om een baby te krijgen. En ik heb in de vorige vlog uitgelegd dat dat niet helemaal lukt, helaas. Maar als je geen baby kan krijgen, kan je wel een baby kopen. Dus say hi to Kobe.